Dag Injas. 2020 was voor heel wat ondernemers een ongelofelijke rollercoaster en dat heeft voor heel wat van hen heeft dat zwaar gewogen. Wat doe jij of wat zeg jij aan ondernemers die bij jou komen met een soort van coronamoeheid? Ja, eerst en vooral panikeer niet. Veel ondernemers hebben door het wegvallen van activiteiten misschien een beetje meer tijd gekregen, hadden daar van alles gedacht, ik ga dat doen, ik ga dat doen. Wel, als dat nog niet is uitgevoerd, voel je daar niet schuldig over. En een voor de hand liggende tip, wees gewoon vriendelijk. Iedereen is coronamoe, ook je leveranciers. Misschien zijn ze iets te laat in hun antwoord, vragen klanten net iets meer. Als we gewoon vriendelijk zijn tegen elkaar, komen we al een hele stap verder. Zullen ondernemers ook op een andere manier moeten gaan werken misschien? Ja, zeker. Dus je moet blijven energie stoppen in het inspireren. Zoek inspiratie in de grote en de kleine dingen rondom jezelf. Vind die opportuniteiten, zoek daaraan en wees innovatief. En spreek zo ook met je collega-ondernemers. Zij zitten in dezelfde situatie als jij. En beperk je daar niet tot een goed nieuwsshow, maar durf die dingen te bespreken die op je hart liggen. Ja, je hebt het dan over je hart luchten, mentaal welzijn. Ik neem aan dat ook ons fysiek welzijn heel belangrijk is. Ja, mentaal en fysieke gezondheid gaan hand in hand. Dus neem de tijd om te sporten of gewoon een wandeling te nemen. Ga eens fietsen, maar zorg ervoor dat je fysiek gezond blijft om mentaal sterk te blijven. Oké, ik haal meteen mijn loopschoenen uit de kast. Dank je wel, Injas. Graag gedaan.